Eskom is ons landse krachtvoorziener, ons elektriciteitvoorziener. Dat is niet zo'n goede voorbeeld, nie, want hulle lever niet aldag die beste dienst, nie, maar kom ons vergeet vir 'n oomblik daarvan. Maar wanneer dit donker wordt, gaan Eskom niet komen en die lichtskakelaar in jouw huis aanzet niet. Jij moet het doen. So hulle is ons krachtvoorziener, ons elektriciteitsvoorziener, maar ek en jij moet die lig in ons huis aanskakel. Nou, dit werk met baie dinge in die lewe so. God geeft ons talente en gawes en geleenthede en vermoëns, maar ek en jij moet uit ons gemakzone beweeg en hier geleenthede aangryp. In Genesis staan daar dat ons na Godse beeld geskep is en dat ons moet heers oor die aarde en dat ons die vermoë het om te kan kies. So ek wil jou uitnooi om te kies om hierdie krag, hierdie talente, hierdie vermoëns wat God vir jou gegee het, aan te gryp met twee hande. Die wonderlike is, hy help ons hiermee. So wanneer jy vanaand die lig in jou huis aansit, dink hieraan. Gebruik daai gawes en vermoëns en talente wat God vir jou gegee het, tot jou beskikking, met alles in jou.